In die laatste eeuw voor Christus is daar een geweldige droogte in Israël geheers, so erg dat mensen gesê dat daar die generatie uitgewis kon worden. Buiten die mure van Jerusalem met een man gewoon, zijn naam was Honi. Hij het gesê dat al kon profete vir meer as 4 eeuwen niet meer die stem van God hoor nie. Hoor God elk een wat na hom roep. Hij het een stok gevat en een cirkel getrek, reg rondom hom. Die omstanders het toegeneem en gekyk wat hierdie man doen terwijl die son fel neerskyn op Honi. Daar in die middel van die cirkel het hy gaan staan en tot God geroep. Hy het gevra dat dit moet reën. En hy het gesê, ek sal nie uit hierdie sirkel beweeg, voordat God reën gee nie. Die skare het hulle asems opgehou, dit was jarenlang al droog. Die son het fel geskyn en daar was nie enkele wolk in sig nie. Maar Honi het geweet, God luister. En toe het begin reën, groot, machtige druppels het uit die hemel geval. Als jij in hierdie dag wonder of God jou nog hoor, moet niet twijfel nie. Zelfs al kan je jarenlang niet meer zijn stem hoor nie. Hy luister. Trek een cirkel om jezelf als het nodig is en roep naar God. Hij zal jou antwoorden.